Jos, jij bent doctor in de agogische wetenschappen. Het kan niet anders of jij hebt antwoord op al die vragen over intuïtie, want jij schreef daar een boek over. Wat is nu precies intuïtie? Kan je zeggen, het is een buikgevoel? Het start vaak met een buikgevoel. Maar dat is ook er zit ook heel veel verwarring op, want het eerste buikgevoel kan vaak het instinctieve gevoel zijn. En dat is niet hetzelfde? En dat is niet hetzelfde. Dat is een basis, dat is een deel van de intuïtie. Maar intuïtie start waar zowel het instinct als het intellect als het hart samen gaan werken. En dan het eerste buikgevoel is iets zachter dan dat eerste instinct, het angstinstinct. Of de, dat is meer een reflex. Dat is een reflex, ja. Intuïtie speelt op dat evenwicht tussen het rationele, het buikgevoel en het hart. Ja, want we hebben het ook even opgezocht bij Van Dalen en daar staat, het is inzicht zonder nadenken, maar dat klopt dan eigenlijk niet echt. Intuïtie, volgens Spinoza, is echt de zuivere inval. Hè. Maar ik spreek bij intuïtie denk je vaak best na, want er zit een logica in de intuïtie. Vaak heb je die niet onmiddellijk vast, vaak zie je die pas achteraf. Maar meestal is er een logica in de intuïtie. Ja, maar als je nadenkt, dan wil dat zeggen dat je je eigen referentiekaders aanspreekt. En dan word je al vaak bevooroordeeld. Als ik naar jou kijk in de studio, dan zie ik als je nadenkt, dat je energie helemaal naar je hoofd gaat en dat je je buik kwijt bent. Oké. Okay. Dus als je je hoofd en je buik met elkaar kan verbinden, dan kom je tot een ander nadenken. Het is niet meer je voorgeschreven ideeën, de dingen die je echt wel denkt, je vooronderstellingen. Het is breder. In het nadenken moet je de openheid houden dat alles mogelijk is. Ja, sommigen omschrijven het ook als een klein stemmetje, hè, in ons hoofd dat zegt, doe het of doe het net niet. Terwijl je rationeel nee zou zeggen. Ja, het klein stemmetje speelt zeker. Je hebt verschillende soorten kleine stemmetjes. Je hebt de kleine stemmetjes die er nog zijn van je ouders of een strenge leraar die zegt, doe het niet, pas op. Dat is een ander heel stemmetje. Aanwezig. Ja. Op elke schouder in. Ja. Ja. Dat is een ander stemmetje dan het intuïtief stemmetje. Ja. Het intuïtief stemmetje is een eigen stemmetje dat van jezelf komt. Je kan dat verschil wel voelen, maar je moet even wat trainen daarop. Hè. Dus er is een verschil tussen al die schaduwstemmetjes die meekijken over je schouder en een soort stemmetje dat vanuit jezelf naar voren komt. En dan zit je bij de intuïtie. Oké, ik heb zo een bleekblauw vermoeden dat je dat kan opwekken, hè, maar daarover later meer. Er wordt ook vaak gezegd dat vrouwen een betere intuïtie hebben. Hè. Ze noemen het niet voor niets vrouwelijke intuïtie. Hè. Ja. Klopt dat? Ik vind dat een misverstand. Is het waar? Maar nu hadden we eens iets. Ja, maar het is natuurlijk... Wat wel zo is, denk ik, dat vrouwen vaak, niet altijd, maar vaak een grotere sociale en emotionele vaardigheid hebben. Dus dat eerste buikgevoel en dat goed voelen van, ja, klopt dat niet? Ja, dat zit vaak bij vrouwen sterker. Een man is dikwijls doelgerichter. Die gaat sneller tot de actie over. Ja, ja, ja. Heeft dat met empathie te maken? Het heeft, ja, de vrouwelijke empathie is zeker wel groot. Hè, maar sommige mannen hebben dat ook, hoor. Dus niet, het is een vrouwelijke kwaliteit, maar ik zou het niet bij de vrouwen alleen leggen. Oké, we gaan dat even rechtzetten dan. Ja, goed. Ja. Je maakt in je boek ook een verschil tussen domme intuïtie en slimme intuïtie. Ja. Wat is dat? Ik noem de domme intuïtie het volgen van je instinct zonder nadenken. Ah, oké. Maar domme intuïtie kan ook... Het makkelijkste voorbeeld is... Liefde maakt blind. Ah. Je op een of andere manier volg je wat je... Ja, ik zie iemand en je ziet... Je schakelt je waarneming als het ware uit. Je brede waarneming. Je ziet alleen nog de kwaliteiten. Ja. Dat is dan domme intuïtie. Je volgt eigenlijk je emotie. Je volgt niet meer dat stemmetje, je buikgevoel, wat je bedenkt, wat je hart zegt. Dus... Het lijkt mij heel veel op mindfulness. Hè? Je moet eigenlijk heel goed weten waar je mee bezig bent, heel bewust zijn daarvan, en dan komen die stemmetjes, zogezegd. Bewustzijn is heel belangrijk bij intuïtie. En mindfulness in die zin dat je op een of andere manier een soort innerlijke rust moet vinden om je intuïtie toe te laten. Als je te gehaast bent, werkt het niet. Dan kom je in het instinct bijvoorbeeld, of dan kom je in herhalend gedrag. Dus je hebt de rust nodig. Vandaar dat het
mensen die hun intuïtie willen aanscherpen, raad ik vaak aan om tot rust te komen, te mediteren of te gaan stappen en helemaal bij zichzelf te komen. Maar intuïtie heeft ook vaak te maken, of gebruik je ook vaak in heel acute gevallen, hè? Je hebt inderdaad eerst een reflex, maar dan een intuïtie, want dan ga je iets ondernemen, dat is al meer beredeneerd. Ik vind het dan zo, om te vertrekken vanuit die rust, een heel lastige zaak. Mijn ervaring is dat hoe meer je intuïtie traint, hoe sneller die werkt. Hoe train je dat dan? Ja. Dat is goed nieuws dat je dat kan trainen. Ja, je kan dat zeker trainen. En dat heeft te maken met die rust vinden in jezelf. Ja. Dichter bij jezelf komen, je eigen stem leren beluisteren. Heeft te maken... In crisissituaties blijf je dan ook rustiger. Ja. Bijvoorbeeld, hè. Het andere element, wat de start van het intuïtieve trainen, heeft te maken met je waarneming openzetten. Beter kijken. Niet, zoals ik in het boek wat beschrijf, niet het bedrog van de zintuigen niet toelaten. Want die zintuigen zijn getraind om snel te reageren. En die gaan dus alle prikkels uitschakelen die... Eerst op het eerste zicht niet van belang zijn. Maar die jou extra informatie geven. Okay. Dus breed blijven kijken, breed blijven luisteren, breed blijven voelen, is daarin belangrijk. Ja, je beschrijft in jouw boek hoe je het eigenlijk kan aanscherpen, die intuïtie, hoe je het kan trainen en dat iedereen het kan leren. Dat is ook al heel erg goed nieuws. Het is ook een beetje een doeboek. Hè? Ja. Er staan meditatieoefeningen in. Maar wat wij hier als reactie heel vaak binnenkregen, waren zo bijna... hocus-pocus verhalen. Hè? Iemand die aanvoelt dat er een probleem is met zijn vrouw, terwijl er eigenlijk niks aan de hand was, snel van zijn werk naar huis rijdt en zijn vrouw in een heel penibele omstandigheid terugvindt, bijvoorbeeld. Ja. Is dat intuïtie? Zeker intuïtie, omdat het een stuk van de waarneming heeft te maken met de emoties, de gevoelens toelaten. Mensen die nauw met elkaar verbonden zijn, die delen vaak zo'n gevoelsveld. Ja. En dat overbrugt onvoorstelbare afstanden. Mensen die ook aanvoelen dat andere mensen die inderdaad op een afstand ver zijn, gaan sterven. Ja, ja. Maar ik kan het vergelijken. Dat is een gevoel dat iedereen kent. Als je in een voetbalstadion of een muziekconcert zit en je hebt die golven van emotie door heel die menigte gaan. Hè? Je voelt je dan als het ware meegenomen. Maar dat bestaat ook tussen twee mensen, tussen twee geliefden, tussen moeder en kind. Ja. Er is een soort gemeenschappelijkheid wat maakt dat je gevoeliger bent voor wat de andere doet, wat de andere in gevaarsituatie is en dergelijke meer. Ja, Lief Kuipers uit Antwerpen die zei, pas op met intuïtie. Vertrouw daar niet altijd op. Ja, maar daar zit vaak, zeg niet altijd, vaak de verwarring tussen instinct en intuïtie. Hè? Ja. Volgt niet altijd direct je instinct. Als je je instinct volgt, dan zal je, bijvoorbeeld als je rijdt met de wagen, en je volgt je instinct en er komt een iets op je op de weg, dan heb je de neiging om alles dicht te slaan. Maar als je naar een slipschool bent geweest, dan zal je dat niet meer doen. Ja, ja, ja. Een egeltje dat de straat oversteekt en die voelt iets aankomen, die rolt zich op en die wordt overreden, in plaats van sneller de straat over te gaan. Dus dat is het instinct. Als je je intuïtie traint, dan werkt dat instinct, maar je gaat ook verder die ratio bekijken, het hart bekijken. En je komt in een breder veld waar je veel meer vertrouwen kan uitputten. En daar word je beter van. En daar word je beter van. Ik denk dat je daar gelukkiger van wordt, of ik vind dat je daar gelukkiger van wordt, rustiger. Ik zeg niet dat je een gelukkiger leven hebt, maar je wordt gelukkiger. Oké. Het is alleszins een heel intrigerend boek dat je geschreven hebt. Voor wie het wil uitproberen, Ik wist het. Dat is de titel. Voor een boek over intuïtie, dat kan natuurlijk tellen. Ik kan niet beter gevonden zijn. Is uitgegeven bij Borgerhof en Lambrechts. Jos Pauwels, dank je wel. Dank je wel.